zitten hier op de Garcia Exploration 45. Aluminium toerjacht. Ras echt lange afstand toerjacht. Geschikt voor zowel tropen als voor ijs. Dus goed geïsoleerd. En van allerlei hele praktische snufjes voorzien. Gebouwd op de ervaring van Jimmy Cornell. Bedenker van onder andere de ARC, Atlantic Rally for Cruisers. En gebouwd in Frankrijk. We zijn nu op weg van Borkum terug naar Lauwersoog. We zijn gisteren vertrokken vanuit Lauwersoog. Om hem in zijn, laten we zeggen, natuurlijke habitat te testen. Of wat daar het dichtstbij komt zo in Nederland. Het is vrij koud. Vanochtend ijs op het dek. En gisteren ook vrij fris. Winterhandschoenen bij. En we maken goede voortgang. Hij gaat vrij hard. We hebben nu Code Zero erop staan. Volledig doorgelat grootstel. En we gaan nu, ik kijk eventjes op de klok. 7,5 knoop door het water. En volgens mij zijn we tegen het eind van de middag wel weer thuis. We lopen de boot even van voor naar achter toe. En dat kan even duren, want er zit nogal wat in de boot. Voorin een tweepersoonshut. Tweepersoonsbed, in dit geval uitgevoerd als eigenaarshut. Met toilet en douche. Verder naar achter, zeg in de gang richting de deksalon, zit een loodskooi. Daar kunnen er ook twee worden geplaatst, in dit geval is het er één. Verder naar achter, deksalon met daarin de kombuis. Kombuis in langs richting, voldoende steun in de rug door het bankje van de salon. En er kan bijna 360 graden rond worden gekeken vanuit de salon. Verder onderdeel daarvan ook de navigatieruimte. Bijna een kantoor, als ware het een vissersboot, kan men vooruit kijken. Is er heel veel ruimte en kan zelfs vanaf binnen worden gestuurd. Verder naar achter, bakboord achter, nog een tweepersoons hut zoals gebruikelijk. En stuurboord achter nog een natte cel. En helemaal achterin is een werkruimte ingericht. Met een werkbankje en alles erop en eraan. De Garcia Exploration 45 is geen gewone boot. In die zin dat er heel lang over is nagedacht hoe die in elkaar zou moeten zitten door mensen met veel ervaring. Dat er heel veel techniek in zit en dat die ook constructiegewijs heel degelijk in elkaar zit. Dat kan ook als er veel eisen aan worden gesteld en als er ook voldoende budget is om overal lang over na te denken. Dat maakt de boot geschikt voor de extremere zeiler die naar het ijs wil, die naar de tropen wil, die langer wil kunnen varen. Maar daarnaast is het vooral bijzonder dat de boot in serie is gebouwd. En dus ook geschikt wordt voor, laten we zeggen, de doorsnee zeiler.